Dag beste Berklanders. Het is woensdagmorgen en we treffen een aantal vogelaars aan. En volgens mij is de sperweuil hier gevonden, meneer? Nee, helaas niet. Nee? Of gelukkig niet, misschien denk ik voor de buurt. De buurt zou er misschien niet heel blij mee zijn als hier, ik weet niet hoeveel, 400 mensen op een dag komen. Ja, wat bent u aan het doen? Waarom kijkt u in de lucht met de verrekijkers? Ja, we kijken in de lucht en we kijken tussen naar het water en wij zijn eigenlijk bezig om vogels, wintervogels te inventariseren. Ja, ja. En dat is, dat doen wij voor Sovon. Mm-hmm. En die maakt één keer in de 15 jaar een nieuwe atlas van alle broedvogels, en van alle wintervogels. En hoe gaat dat in zijn werk? Nou, dat gaat in zijn werk, daar hebben ze natuurlijk heel veel vrijwilligers voor nodig. En wij inventariseren dit jaar, deze winter en volgend voorjaar, een blok van 5 bij 5 kilometer. En dat is dan verdeeld in 25 hokken van een kilometer. Kunt u dat laten zien aan de kijkers? Dat kan ik wel even laten zien, ja. Zal ik eerst het overzichtskaartje pakken. Maar het is wel heel arbeidsintensief. Ja, het is maar goed dat dat allemaal vrijwilligerswerk is. Anders was dat denk ik niet te betalen. Ja. Oh, kijk, hier is de kaart van Neede. Hier ligt dan Neede. Ja. En dit is een gebied van 5 kilometer bij 5 kilometer. En dat is dus verdeeld in allemaal hokjes van een kilometer bij een kilometer. Ja. En we zijn nu bezig met dit kilometerhokje. Oh ja. Kijk, daar ligt net... Dat plasje ligt daar... Ligt daarbij, dat ligt hier zo. Mm-hmm. En daar staan we dus nu naar te kijken. En wat voor vogels hebben jullie hier al aangetroffen? Nou, hier hebben we hebben vanmorgen wel heel veel leuke dingen gezien. Ja? Maar hier eigenlijk nog niet. Maar vanmorgen hebben wij... We begonnen... Wat is dat? Daar liggen is een grote bonte specht. Grote bonte specht, ja. Grote bonte specht zien we daar. En vinkjes. Daar vliegen wat vinkjes in die boom. Groenlingen. Maar u had het over leuke dingen. Wat heeft u allemaal gezien dan? Nou, we begonnen vanmorgen vroeg met een. Het eerste wat wij zagen was een ijsvogeltje. Oh. Dat is natuurlijk altijd leuk om en waar mee zat te die? Beginnen. Die zat op de Vischermosdijk. Voor de kenners, Vischermosdijk. Ja, op de brug ja. Bij de Vischermosdijk, waar de Vischermosdijk over de Schipbeek loopt. Ja, ja. En hoe gaat dit nu verder? Dit wordt vastgelegd en dan? Dit wordt vastgelegd en dat vervolgens wordt dat ingevoerd op de site van de Atlasblok van ja. De Sovon. Ja. En die verwerkt al die gegevens van dit. Kijk, we zitten nu op dit Atlasblok. Ja, ja. En vanmiddag als het klaar is, dan maak ik daar een overzicht van. En dan breng ik dat via de computer op de site, op de computer van Sovon. En die ja. Verwerkt de komende 3 jaar, verwerken die de gegevens van heel Nederland. En die maken daar een mooie atlas van, waar dus gegevens over het voorkomen van alle vogels in Nederland ja. In vermeld staan. Maar jullie zijn dus nog een tijdje in Neder te vinden? Wij zijn voorlopig nog wel eens in het buitengebied ja. van Neder en trouwens ook in de plaats zelf te vinden om naar vogels te spotten. Nou, veel succes zou ik zeggen. Ja, hartelijk dank. En tot ziens. Ja. Een mooie ding is natuurlijk de appelvink, hè? Ja, ja.